De Number 5 Foundation, van onder andere Prinses Laurentien. En beeld en geluid zijn verantwoordelijk voor de Alliantie Digitaal Samenleven. In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werken ze aan een meer inclusieve en gezonde digitale samenleving voor iedereen. Als programmamanager aan het roer Rolf Schreuder. Rolf, welkom. Ja, een publiek-privaat samenwerkingsverband. Hoeveel partijen zijn er uiteindelijk aangesloten? Ja, we gaan uit van ongeveer 30. Ik zeg ongeveer, omdat dat natuurlijk heel snel ook uh, oploopt. Op dit moment. Dus je moet je voorstellen ja. dat er heel veel type organisaties meedoen. Dus het zijn bedrijven, maar ook maatschappelijke organisaties in allerlei soorten van projecten. Jullie zijn flink groeiend. Ja. En wat voor soort samenwerking moet ik dan aan denken? Wie, wie sluiten zich allemaal aan bij deze alliantie? Ja, nou ja, goed. Je moet je voorstellen: het woord digitalisering of digitaal samenleven is natuurlijk super breed. Uh, dus het, het thema is heel erg breed. Uh, maar het is een thema van ons allemaal. Hè. Dus mm -hmm. wij zijn met name natuurlijk uh, actief als het gaat om nou, hoe kunnen we nou de digitale kloof of de digitale ongelijkheid tegengaan. Hè. Zeker in deze tijden zijn we steeds meer aangewezen op digitale middelen om, nou, om, om door te blijven leven, door te blijven werken. Je bent afhankelijker van digitale middelen voor je sociale leven enzovoort. enzovoort. Dus voor alles inmiddels, ja, alles. voor je bank. Ja. Ja. Nou, op het moment dat je niet zo goed mee kunt doen of je hebt geen verbinding, je hebt geen apparaat, dan is dat natuurlijk het allereerste waar je behoefte aan hebt en waar we ook aan werken. Dus uh, één grote activiteit is het verzamelen van uh, tweedehands spullen... Uh, die we dan refurbishen en kunnen uitdelen... aan mensen die bijvoorbeeld geen apparaat hebben of geen verbinding hebben. Zorgen we ervoor dat er een verbinding komt. Dat is de ja. allereerste voorwaarde. Daar zijn natuurlijk allerlei partijen bij betrokken... die met name in dat speelveld werken. Hè? Dus er zijn IT-bedrijven die veel spullen hebben... Uh, maar dat zijn ook mensen die uh, die technische... Know-how hebben om te refurbishen. En dat zijn allemaal organisaties die weer bij de mensen thuiskomen die dat dan nodig hebben. Dus dat is een hele keten eigenlijk. Ja, en zo je eigenlijk van, van partijen steeds. Exact. Ja, ja. Ja. En dat is nog maar het onderdeel: een apparaat verschaffen. Ja. Dan gaat het ook nog weer over: ja, kun je dan ook hulp bieden op het moment dat er een apparaat is, maar mensen kunnen het eigenlijk nog niet zo goed bedienen. Hoe ga je nou zorgen dat ze leren uh, om dat ook goed te kunnen bedienen, zodat ze daar hun ding mee kunnen doen? Ja. Nou, daar hebben we ook een, een heel project op uh, gezet en daar zijn we. Andere soorten organisaties bij betrokken. Die ja. die, die hulp kunnen bieden. Ja, voordat we dan te snel daar ja. voorbij gaan, ja. want de missie is op zich helder. Hè? Een digitale ja. samenleving, er gebeurt steeds meer digitaal. En ja. hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen, dat we dat ook een, een inclusieve samenleving hebben? Um, hoe doen jullie dat? Verschillende projecten, je noemde er net al één. Bijvoorbeeld door die eh, pak even een laptop of een tablet ja. in te zamelen en weer te verspreiden aan mensen die dat niet hebben. Ja. Maar wat voor projecten lopen er allemaal? Laten we er gewoon eens een paar bespreken. Ja, ja. ja ik moet misschien ja. Dan even ook een stapje terug. van Wat is nou, de, wat is nou onze filosofie? Hè? Wat maakt het anders dan bijvoorbeeld andere projecten die ook al al langer lopen? Mm -hmm. En. en uh, Waar we vooral mee begonnen zijn, is natuurlijk praten met de mensen... die die behoefte hebben aan digitalisering of nog niet aangesloten zijn. Van wat speelt daar nu? nu hè? Waarom, uh, waarom ben je niet aangesloten? Kun je niet? Durf je niet? Heb je niet de middelen om het te doen? Dus we zijn met name gaan praten met mensen in bepaalde nou, concrete situaties... die op dat moment behoefte hadden aan meer digitalisering. Wat kregen jullie het meest terug? Nou, er zijn heel veel gesprekken gevoerd en waar, waar we met name uh, achter kwamen is dat ja, de context heel bepalend is. Ja, het, het klinkt heel abstract nu, maar als je zegt: ja. Oké, okay, als je bijvoorbeeld ineens alleenstaand uh, komt te zijn of alleen uh, uh, wegens een scheiding of overlijden, ineens vanuit je partner alle administratie moet doen, maar eigenlijk daar nooit mee bekend bent geweest, en DGT moet gaan regelen, andere bankzaken moet doen, alle. Ja, we noemen dat wel eens het mijneveld, mijn overheid of mijn zorg of mijn uh, het mijnig, telefoon. Ja. Het mijneveld uh, in moet om, om je dingen te regelen. Ja, dan kom je ineens tegen digitale drempels aan of loop je daar tegenaan. Dus zo zijn we gaan eigenlijk ja, in dialoog gegaan, in gesprek gegaan met een hele hoop mensen om, om te achterhalen wat speelt daar nou precies en hoe kunnen we nou jouw probleem helpen oplossen. Dat is een heel belangrijk aspect omdat. Nou ja, wij, onze filosofie is dat je pas een goede oplossing kunt bedenken als je dat dan dus ook samen met de mensen waar het over gaat bespreekt. Van wat zou voor jou nou werken? Dus hebben dat, jullie dan een soort panel? Ja, dat zijn heel veel gesprekken geweest. En op basis van die gesprekken zijn we gaan denken, maar wie hebben we dan nodig? Welke organisaties zijn nou betrokken bij zo'n specifiek onderwerp? Ander voorbeeld zijn bijvoorbeeld jeugd, 18 jaar. Als je 18 jaar woont, moet je ineens allerlei dingen regelen. Nou, wij denken, jongeren zijn hartstikke digitaal vaardig. Maar op het moment dat ze echt serieus dingen moeten regelen, lopen ze ook tegen allerlei ja, beperkingen aan. Eigenlijk hebben ze nooit gedaan, hebben ze eigenlijk niet geleerd. Nou, dat betekent dat we op die manier kijken van ja, wat zou je dan willen, hoe zou je dan geholpen willen worden. En nu komen we in de fase dat we organisaties aanspreken en proberen te betrekken met hé, hey, wij hebben heel veel inzicht in een bepaalde doelgroep. Helpen jullie mee of kunnen jullie meehelpen om dat probleem voor hen te gaan oplossen. Door dingen anders te gaan doen. Dus hoe pakken mm -hmm. jullie dingen aan? Zeg ik meteen. Ja. We praten vooral vanuit de inhoud. Goed speel... kijken waar de behoefte echt aan exact. is. Goed kijken, doorvragen, goed analyseren. Vervolgens daarbij organisaties zoeken die mee kunnen helpen. En dan kijken of je die partijen bij elkaar kunt brengen. Zodat de oplossing niet uit onze koken komt. Maar eigenlijk ontstaat uh, gaandeweg in, ja, in het bij elkaar brengen van die werelden. Zo moet je dat zien. Ja, en dan moet je soms heel snel schakelen. Als je kijkt naar ja. in het jaar 2020, of ja. er was ineens een coronavirus. Een digi-hulplijn ja. hebben jullie vrij snel ja. opgezet. We, we, kwam de, die behoefte ook uit het veld op jullie af? Ja, absoluut. Ja, en, dus inderdaad, die casus is heel mooi, omdat het meteen de urgentie ook aangaf. Hè. Natuurlijk, we kregen de eerste lockdown. Wat meteen bleek, is dat heel veel kinderen, ook bijvoorbeeld in armoedesituaties, eigenlijk helemaal geen goede toegang hadden tot digitale middelen. Er was één apparaat of geen apparaat thuis. waar alle broertjes en zusjes tegelijkertijd lessen in moesten krijgen. Dus daar was al heel snel een hoge urgentie om dingen, aan, uh, om, om dingen te gaan verhelpen. Daarna werd duidelijk dat heel veel ouderen eigenlijk behoorlijk snel vereenzaamden. Uh, omdat zij hun sociale contacten en familie niet meer konden zien. Dus daar ontstond een grote behoefte. Nou, daar is op, op uh, geacteerd, zeg maar. In de, in de actie heette dan ook allemaal digitaal. Dat, dat was die inzamelingsactie waar ik in het begin ja. aan refereren. Um, en wat ook duidelijk was, is dat er weliswaar veel plekken zijn waar je hulp kan krijgen met je digitale apparaat, maar dat dat heel Naar lastig naartoe, bereikbaar ja. is. O, je moet er ook, ook naartoe. Of je moet online, maar je bent niet online. Dus eigenlijk hadden we een vrij traditioneel oud medium nodig om, eh, om extra in te zetten, zodat mensen die die behoefte om aan hulp hadden ook konden krijgen. En dat is een nationaal nummer geworden, 08. 801508. zeg maar. heel goed herhalen voor degenen die dit nu niet begrijpen. Bel. Nee, maar jullie zetten dat op. Maar het is niet zo dat de Alliantie een gigantische organisatie is. Jullie hebben dat ook weer samen gedaan. Want er zit iemand moet die telefoon opnemen. Exact. Ja. En dan ben jij niet. Exact. Dus dat ben ik niet. Ja, ik neem hem wel op. Maar ik ga niet de PC hulp geven. Nee. Dus dat is een typisch voorbeeld waar we waar we geprobeerd hebben de organisaties die het al doen te helpen nog meer te gaan te kunnen doen. Dus dat zijn bijvoorbeeld Nationaal Ouderenfonds, Seniorweb, de bibliotheken, uh, Contactcare, een, 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 zeg maar een, een echt een callcenterbedrijf met een sociale missie. Die hebben we bij elkaar gebracht om. Eigenlijk dit telefoon dan te gaan opnemen. Dus we hebben één centraal nummer. Maar daarachter zijn die vrijwillige organisaties vooral aan zet om, om het ook echt te gaan doen. En uh, voordat we dan een ander project gaan bespreken, wat is jouw rol daar dan in? Nou ja, onze rol is eigenlijk bij elkaar brengen van die mensen. Uh, ja, maar en, voor en jou, jou specifiek? Voor mij specifiek, ja, wij hebben een team. Uh, ik, ik stuur dat team aan. Dus uh, uh, we zijn nu met acht. Dus dat is inderdaad hartstikke klein. Dus we kunnen de, uh, die wereld in die zin nooit zelf veranderen. Uh, dus dan gaat het erom van weten we de juiste mensen te mobiliseren. Je zegt, we hebben natuurlijk ook een aantal boegbeelden in ons midden. Uh, Prinses Laurentien, maar ook minister van of Staatssecretaris moet ik zeggen van Binnenlandse Zaken. Mm -hmm. We hebben ook uh, Jeroen Hoenkamp, CEO van Vodafone, die zich hard maken voor dit thema. Uh, en dus we hebben ook boegbeelden nodig die, die het agenderen, die ook op, op, op hoog niveau politiek, maar ook in de samenleving zeggen: jongens, dit is een. Een issue waar we met z'n allen voor uh, aan moeten werken. We moeten mensen niet achterlaten. Als wij met z'n allen steeds digitaler worden, moeten we heel goed opletten dat ook ja, de toegang, toegankelijkheid, hulp, aanbod en ook de vaardigheden echt goed op orde zijn. Zodat iedereen ook daarvan kan profiteren. En de, wat je ziet is dat de gelijkheid eigenlijk, of de ongelijkheid eigenlijk toeneemt op het moment dat je ook digitaal ongelijkheid ja. uh, toestaat. En dus uh, nou ja, ik denk niet dat we dat, uh, uh, dat, we dat willen met z'n allen. Dus. Het is een gezamenlijke missie, en dat, dat is onze taak om vooral de mensen aan te spreken, natuurlijk, die die uh, missie kunnen helpen ondersteunen. Ja, en nou, je hebt dat soort boegbeelden nodig om ervoor te zorgen dat iedereen ervan af weet. Een ander voorbeeld van een project is nog echt contact. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja. Ja, dat is eigenlijk nog voor, van voor corona zelf, ja, ontstaan. Uh, waarbij de, de, de gedachte is van... ja, we zijn allemaal zo ontzettend digitaal en in onze schermen bezig. Uh, dat gaat wel ten koste ook van, ja, zeg maar, even onze gesprekken. Onze dialoog, onze contacten, onze daadwerkelijke uh, contacten... intermenselijk in het sociale ja. leven, zeg maar. En daar wilden we aandacht voor vragen. En dat is, dat is begonnen met een actie rond uh, Valentijnsdag vorig jaar. Waarbij er uh, opgeroepen werd, hé... Hey, uh, we gaan elkaar eens aankijken en ga eens daadwerkelijk eens weer contact, contact, ja. eh, contact maken. Dat hebben we nodig hè, als mensen in ons brein is het nodig dat wij elkaar kunnen aankijken en echt in de ogen kunnen kijken. Via schermen werkt dat toch anders. Um, dus daar wilden we aandacht voor vragen en nou ja, dat thema is eigenlijk natuurlijk enorm uh, belangrijk geworden. Ja. Iedereen en moeilijker. schreeuwt ja. om contact en moeilijker. En en, en daarin dat is wel een, eigenlijk kom je in een paradox terecht, want wij, wij vroegen natuurlijk aandacht aan eigenlijk niet online contact, eh, offline contact. Ja, op het moment dat dat niet meer kan, ja, moet je toch nadenken hoe kunnen we met digitale middelen toch zo goed mogelijk maken, ja. echt contact ja. krijgen. En hoe kunnen we daar nou dingen in verzinnen? En wij willen daar... Niet zozeer oplossingen zelf voor bedenken, want er wordt ontzettend veel bedacht. We hebben gedacht: ja, laten we proberen de oplossingen en de ideeën en de, de goede, goede initiatieven bij elkaar te brengen. Zodat andere mensen kunnen zien: hé, hey, dat is een goed idee. Ja. Eh, dat ga ik ook maar op, op dit onderwerp. Wat voor goede initiatieven zijn er dan in het land waarvan je denkt: ja, daar horen we eigenlijk te weinig van? Wij helpen ze een beetje meer bekendheid of wij, wij voegen ze samen. Ja, ja, dat zijn ontzettend veel. We zijn gaan verzamelen en voor je het weet heb je, heb je een waslijst. Uh, het meest recente die we, die we vonden is dat, nou ja, het klinkt. Maar dat een juf uh, eventjes op de stoep gaat zitten met een kind samen. Uh, één op één tegenover elkaar op veilige afstand. En dan een, een, het, het weekgesprek eventjes live doen. In plaats van weer over door dat scherm heen. Dus dat. Nou, ik herinner me die omdat die gisteren uh, eigenlijk na, bij ons. Uh, naar boven kwam. Nee, ja. hey, dat is een leuk initiatief. Dus die willen dan een een extra zetje geven. Er zitten ontzettend veel verhalen uh, zitten hier natuurlijk achter. He, dus dus dit, ja, dit programma is ook voor mediamakers. Dus ik denk ook van ja, er, er gaat ontzettend veel uh, schuil achter die thematiek van digitalisering. He, dus mensen die voor het eerst online gaan, ja, dat, dat gaat er letterlijk een wereld open. He, we hebben heel veel verhalen en krijgen feedback van mensen die, ja, die ontzettend dankbaar zijn en denken jeetje, nou, ik kan ineens dingen doen die ik nooit kon of yeah. wist dat ik ze kon. Ja, het klinkt gek, maar er zijn nog steeds mensen zonder internet, of die voor het eerst daadwerkelijk uh, het internet opgaan. Ja, ik nee, jij maakt een mooie brug, dat is heel goed. Want jullie werken ook SA, hè, het is een mede-initiatief van beeld en geluid. Je uh, 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 zit ook op in, in beeld en geluid. Waarom is die link met de media belangrijk? Ja, nou ja, kijk, media ga, gaat natuurlijk ook over informatie verstrekken. Dus, mm -hmm. dus in die zin uh, gebruik je natuurlijk digitale media, middelen... om media te, te bereiken en te zien en te, te consumeren, zullen we maar zeggen. Dus media en contentmakers, ja, we willen die content, zeg maar, hebben. Dus, dus media uh, zijn natuurlijk uh, onderdeel van, dat hele, die, van die hele digitale wereld geworden. Um, maar ik, ik denk dat er een aantal invalshoeken zijn die, die, die interessant zijn vanuit media op dit thema. Uh, ik, ja, ik had er vier bedacht: dat je zegt, oké, de verhalen. Hè? Dus, dus het, is het, het onderwerp op zich is denk ik een interessant onderwerp om te kijken: hé, hey, wat speelt daar? Het speelt breed in de samenleving, het speelt door gezinnen, het speelt door families. Ja, hoe ga je opa helpen om, uh, om wel online te komen? En het ja. is een dagelijks dagelijks ritueel bijna voor een hele hoop mensen. Dus en daarachter gaan die verhalen schuilen, schuil wat ik zeg van ja, mensen hun wereld gaat open. Media zijn natuurlijk ook. Uh... Kijk, de, 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 de grappige is natuurlijk op het moment dat je denkt, ja, hoe gaan wij mensen bereiken, is de reflex van communicatie mensen nu ja online. We gaan op social media, we gaan dit, yeah. ja. De, de mensen waar wij het over hebben zijn niet online. Dat zijn vooral degenen die wel nog de tv aan zitten of de krant lezen. Exact. Of... exact. Dus de, de meer traditionele media zijn super belangrijk. Juist om eh, nou, de informatie te verstrekken, uiteraard. Maar misschien ook wel mensen mee te nemen of aan te bieden. Of eh, dingen te laten zien die je ook digitaal zou kunnen doen. Dus het heeft ook een. In die zin zou media een, een rol kunnen spelen in het ook aanbieden, bijvoorbeeld, van, van digitale. Nou ja, cursussen niet, maar mensen te helpen om ook die digitale middelen maar beter te kunnen mij, gebruiken. Dat lijkt mij, om daar even op in te zoomen, een heel belangrijk onderdeel. Toch om ervoor te zorgen dat de traditionele media meer aandacht hebben... van hoe kunnen we degene die de digitale media moeilijk vinden... Ja, je, je kunt zeggen, oké, okay, we bieden offline gewoon een alternatief... maar je kan ook zeggen, nee, we bieden offline... Hulppakketten om dat digitale wel te bereiken. Nou, nou ja. Daar zijn jullie, dan denk ik ook, ja. daar zit een grote focus, denk ik. Nou ja, het is een ontzettend goed idee. Uh, en, en we zien natuurlijk dat het ja, televisie staat aan, natuurlijk. Ook in, in de verzorgingshuizen en over de televisie staat aan. Ja, het is niet moeilijk om na te denken over ja, kunnen we daar niet iets voor verzinnen waarin ook digitale vaardigheden een rol uh, zouden spelen. Is dat er niet? Niet dat ik weet. Uh, dus ik hoop niet oh, vinden, namelijk. nou online wel. Er zijn op YouTube ja. allemaal tutorials, maar dan moet je wel eens naar YouTube. Ja, ja dus met andere woorden, daar maar is hier, toch eigenlijk raar? Nou ja, nou ja, nogmaals, ik bedoel, ik denk dat televisie en ook natuurlijk geschreven media een hele hoop doen uh, om mensen ja, mee te nemen in meer kennis verspreiden en dat soort dingen. Maar dit, ja. dit punt is, ja, is misschien toch wel een goed idee om er nog eens naar te kijken. En nog een ander aspect is dat media natuurlijk ook zelf toegankelijk moeten zijn. Voor grote groepen mensen die moeite hebben met, uh, met digitaal. Dus als je het al over digitale media hebt. vind ik ook dat. Uh, en is onze oproep ook naar mediamakers mee te denken en mee te doen. En vooral te kijken, te luisteren naar mensen die moeite hebben ermee. van hoe kunnen wij ons eigen product toegankelijker maken. Ja. Hè, waar het nog niet zo toegankelijk is. Er wordt hoop gedaan. Het was een doorbraak dat Irma ineens naast de premier stond, natuurlijk, met gebarentaal. Ja. Maar ik heb nog geen talkshow gezien met een, met een gebarentalk bijvoorbeeld erbij. Nee. Ik zeg maar, even, uh, maar vind iets, je dat? Want, uh, ik kan me nou ook ja. voorstellen dat mensen denken, slaan we het dan niet door? Of, nou ja, maar goed, het gaat om anderhalf miljoen mensen die moeite hebben om dingen te volgen? Dat is een grote ja. groep? Uh, er zijn ongeveer 4 miljoen mensen min of meer lage lettert in Nederland. Die hebben moeite om informatie tot zich te nemen. He, dus het... Maar hoe zouden we hen, als we die 4 miljoen mensen pakken, hoe zouden we hen nog meer kunnen helpen? Gewoon alleen op traditionele tv? Nou ja, ja dat, ik denk dat dat een gezamenlijke zoektocht is. Heb ik niet per se een antwoord op. Ik ben ook geen tv-maker. Uh, nee, maar we, maar we kunnen mensen nu ja. ook mee uitdagen om daar wel meer over ja. na te denken. Nou ja, dat de, is mijn uitnodiging. De groep is groter ja. dan we eigenlijk denken. Ja. Ook dan ik denk. Ja. Nou, ik, maar ik denk dat dat heel interessant is. En dat is de uitnodiging, denk ik, ook naar, naar hier en naar, naar mediamakers. Van oké, okay, misschien kunnen we het samen doen. Uh, uh, laten we in contact gaan met groepen uh, die ons gaan vertellen hoe zij media wel zouden kunnen snappen, ja. Of we wel die toegang. Wat hebben soort mediabedrijven zijn al aangesloten bij de alliantie? Nou ja, ik ik ik, Te weinig. ik beschouw even beeld en geluid als de huiskamer ja. van Hilversum of ja. zo Dus ik denk van nou, Mooi. misschien zit daar wel de uh, hopelijk. Maar uh, maar geen omroepen, geen zenders. Nou, niet concreet in die zin dat ze dat ze nu. Nou lid zijn. Hè. We hebben geen lidmaatschappen. Je, je sluit je aan bij die alliantie als je mee wil doen. Mm -hmm. Dus dat is ook een maar hele lage drempel. Trabbeltje eronder en ik ben nou, aan je, je, je kunt gewoon meedoen met projecten. Of okay. we kunnen zelf uh, projecten gaan bedenken. Natuurlijk willen we dat ook wel structuur geven, maar er is geen drempel om, uh, om samen aan de slag te gaan. Nee, je hebt niet eerst een orkonde nodig, nee, wat dan ook. Nee, nee, nee. En dus, dus in, in de, de, nou ja. Het vierde, vierde <laughs> is, nou ja, dat een rolmodel zelf is. Ja, dus op het moment dat, dat media het belangrijk vinden... dat die toegankelijkheid op orde is. En het, ik zeg niet dat alle programma's voor iedereen even toegankelijk zijn. Dat is ook ongelooflijk moeilijk om te doen. Maar je kunt natuurlijk wel ook daar aandacht zelf voor houden. Van, hé, hey, hoe hebben wij het georganiseerd? Hoe is onze content... Uh, uh, hoe bieden we die aan? En is dat dan inderdaad voor brede groepen goed te doen? Om dat uh, tot zich te nemen. Nou ja. Ja. En dan, als we daar een paar voorbeelden in noemen... dan gaat het denk ik ook over een website... En niet alleen is het toegankelijk dat het op elke device goed meeschaalt... maar vooral ook is, heeft het voldoende contrast voor mensen die slecht zicht hebben. En... Ja, ja, precies. Er zijn allemaal technieken natuurlijk beschikbaar... om, om uh, mensen met een bepaalde beperking, of visueel of auditief, uh, te helpen. Uh, er zijn technologieën voor. Uh, maar ik denk dat het... En, en het gaat natuurlijk ook om de taal. Hè, en, en de eenvoud van taal. En, en, uh, 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 dus het zit ook in de content zelf. Uh, nou... Wat ik belangrijkste vind, is dat mediamakers niet per se aan de allerhoogste normen zouden willen voldoen. Maar bewustwording daaromheen lijkt me wel relevant. Dat je wel nadenkt: hé, hey, zoals we het nu doen, is dat misschien maar voor een hele specifieke groep bereikbaar? Uh, kunnen we het ook anders doen? Of willen we het ook anders doen? En hoe gaan we dat dan doen? Wat zou een eenvoudige stap zijn waarvan, als jij denkt, oké, okay, als we dat nou nu in een jaar kunnen bereiken, wat is nou een eenvoudige stap die we met elkaar kunnen maken? Ja, het klinkt misschien stom hoor, maar ik denk dan. Dat, dat dat per media maken, misschien dat, dat je dat bij jezelf moet nagaan. Ik, ik kan niet één grote, één simpele stap misschien zeggen, want dat, dat hangt helemaal van de context. Nee, maar je zegt wel, ik ben heel blij, er staat een gebarentolk, dat is fijn, ja, we hebben ja. iets bereikt. Uh, uh, moet ieder programma ondertiteld worden voor zowel dat het nog niet gedaan is? Of... Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk middelen die, die uh, in dit geval uh, de hoofdmensen zelf kunnen inzetten. Uh, ik denk aan dat De, ene programma. Dat programma dat je helpt om die digitale nou vaardigheden ja, te versterken. Dat, die, dat lijkt me ook een goede. Maar ja. dus past dat? Is, dat? is dat echt typisch iets voor een NPO? Of is dat juist dat je denkt: nee, dat, moeten we ook, dat past juist heel erg bij een commerciële nou ja... Het gaat om heel veel mensen. Dus, uh, Overal. Ja, ik denk, uh, dus vanuit publieke omroep zou je zeggen, ja, dat, dat, dat behoort tot je taken. Hè? Toegankelijkheid ook van, natuurlijk van informatie lijkt mij een kerntaak uh, van, van een publieke omroep. Maar voor een commercieel bedrijf of omroep lijkt me net zo goed belangrijk een breed, uh, breed publiek, uh, een nog breder publiek te kunnen aanspreken. Dus, dus in die zin, ja, wij zijn publiek-privaat, dus ik zal altijd zeggen, allebei. Het is, het is, het is van iedereen, dit, dit issue. Um, uh, maar je, je vroeg waar zou dat zich kunnen afspelen? Ja, we hadden vroeger schooltv of televisie mm -hmm. of iets dergelijks. Nou ja, dat, dat is misschien verdwenen. Maar ik denk dat hele simpele, ook, uh, of hele simpele, hele, hele, hele goed opgebouwde, eenvoudige, instruc instructieachtige, yeah. uh, niet te snel uh, schakelende uh, televisie uh, het heel goed zou kunnen doen. Uh, nou ja, uh, goed, laten we het over uh, in gesprek gaan ja, met, uh, met, de, uh, met de mensen die daarover gaan. Het allerbelangrijkste vanuit ons gezien is dat die, dat die gesprekken op gang komen. Dus we gaan ook echt mediamakers uitnodigen om samen met mensen met een bepaalde of beperking of vanuit een bepaalde uh, zeg maar even context uh, media consumeren, om daar samen mee te gaan nadenken: hey, hoe kan het beter? Ja. Dat gaan we organiseren. Dus echt dus... contact tussen die twee? Ja, exact. Ja. Dat je elkaar ook echt begrijpt en doorvraagt. En dan nog een keer doorvraagt. En, maar wat speelt er dan? Heel gek, want je komt vaak wel op een soort emotioneel niveau. Heet, sommige mensen zijn, zijn dan bang voor een apparaat. Dat ze iets fout doen. Van, ja Als ik daarop druk, misschien uh, gebeurt er Met dan wel iets dan geks. Ineens, uh... of, he, dus angst en, en, en schaamte. En dat soort gevoelens zijn nooit onderdeel van je ontwerpproces als mediamaker. Maar dat speelt wel bij de, aan de achterkant van zo'n apparaat heel erg mee. Dus... Ja, als je zegt, hoe kunnen we angst voor knoppen bijvoorbeeld helpen verminderen? Nou, dat zou een interessante uh, ontwerpsessie kunnen opleveren... met, met en technische mensen hè, en interactiedesigners... maar ook met de contentmensen. Hoe, hoe nodig je iemand uit om het wel te doen? of nou, Welke toon is dan ja. belangrijk? Welke woorden gebruik je? En dat is een ontwerpproces van zo'n nou, apparaat-slash-concept... Uh, waar we, denk ik... Wel in kunnen verbeteren. Ja. Ja? Tot slot, wat is jouw persoonlijke doel bij deze alliantie? Wat wil jij heel graag bereiken? Nou ja, ik, ik, word, ik word altijd heel geraakt door die ongelijke kansen-discussie. Eh, Van op het moment dat jij dus niet mee kunt doen of geen apparaat hebt, ja, dan ga je het dus ook mis op andere terreinen. Kun je minder goed leren, kun je minder goed werken, wordt je gezondheid. Eh, de de corona-app bouw was een heel belangrijk, ook een, wel een doorbaar braakproject uh, uh, als het ging om het ontwerp. Dat werd heel interactief met mensen, is dat gedaan. Uh, dus je loopt ook kansen dat je gezondheidsschade groter wordt... als je bij wijze van spreken niet mee kunt. Dus digitale yeah, ongelijkheid yeah. leidt tot een heleboel andere typen van ongelijkheid. Ja, dat, dat spreekt natuurlijk je rechtvaardigheidsgevoel aan, nietwaar? Dan, dan, ja, en ik denk dat dat bij iedereen wel zo is, dat, dat ja, die waarde superbelangrijk is. Het gaat om eerlijkheid en, en rechtvaardigheid. Dus op de barricade voor digitale gelijkheid. Ja. Inclusie, zo mag je het ook noemen. Maar, eh, dus iedereen moet mee kunnen um, om zich ook uh, ten eerste natuurlijk die, die, de, de vruchten daarvan te kunnen plukken, maar ook de negatieve kanten daarvan te, te vermijden. Schulden, uh, verslavingen, uh, ongezond gedrag, te veel op je apparaat kijken. Dus daar heb je ook weer vaardigheden voor nodig om dat te kunnen, maar dat is weer misschien een heel ander hoofdstuk. Ja, het is heel breed. Ja. Maar in ieder geval, wij gaan dan kijken wat we kunnen nog bedenken op, de, op dit onderwerp. Ja. En nou, laten we iedereen uitnodigen om daar ook verder over na te denken. Rolf ontzettend bedankt. Tot zover BM Talk. En wie hier volgende week de gast is, is voor u een vraag en voor mij nog veel meer. Ciao!